Ik ben weer terug in de stad. En ik ben alweer door allerlei mensen aangesproken. Ook door iemand van zo'n koetsje. Hij vraagt 20 euro voor een uur. Dat is eigenlijk niet zoveel omdat ik maar alleen ben. Maar ik weet het nog niet. Ik vind het zo zielig voor die paarden. Alles krioelt hier door elkaar. Hondertjes, auto's, paarden. Je moet constant opletten dat je niet omver gereden wordt. Naast de chauffeur in de koets. Welkom. Comment tu t'appelles? Ismaël. 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 Ah, efface. Facile. Et le premier mosque à Marrakech. Oui. La mosque Koutoubia. Koutoubia, oui, j'ai et vu. Et la deuxième, c'est à Kala Marrakech. Ok. Deuxième, c'est. Ismaël, die heeft zijn hoed afgezet. Kun je beter zien hoe dat hij eruit ziet. En het is hier gewoon een gekke huis. Echt heel erg. Er wordt die stapel gek van al dat verkeer. Ik snap niet dat die paarden nooit aangereden worden. Auto's rijden er rakelings langs. En Ismaël die zit heel rustig. Nou ja, wij kletsen 100 uit in het Frans, maar ik kom soms niet op alle woorden. We zijn nu in het rijke deel van de stad. Hoi. Met mooie luxe hotels en mooie appartementen. En ook iets minder verkeer. Hij spreekt mijn naam zomaar ineens goed uit. Tu peux dire mon nom? Oh, wacht. Je m'appelle? Tu peux dire mon nom? Je m'appelle Smaïl. Ja, et je m'appelle Marij. Je m'appelle Marij Le Gazelle. Le Gazelle Marij. Marij, très bien. Marij, c'est magnifique. Très bien, pourquoi? We zijn nu bij het casino. Ik neem aan dat we niet gaan gokken. Nee, maar dat is wel al dat niet van plan is om die paarden te parkeren. Wat is dat? Hotel Sofitel. Oké, okay. Oh, Sofitel Hotel. Het grootste en duurste hotel van Marrakesh. Nou, we komen hier in een soort van sloppenwijken terecht. Net zijn we zijn vader tegengekomen. De vader van Ismaël, die zat op het terras. Het was te laat met filmen. We zijn net langs het paleis van de koning en er staan allemaal militairen buiten. En dan moet je meteen je telefoon wegdoen. Want je mag geen militairen... Le premier port de Marrakech. Le premier port, regarde. Le premier port, regarde. Dat is de eerste poort van Marrakesh, de eerste en oudste poort van Marrakesh. Il y a Ergan, il y a beaucoup de choses. Le meilleur souk, c'est la Casbah, le meilleur souk de les épices, original. Dit is weer een andere moskee dan waar ik vorige keer was.
We zijn nu in de Joodse wijk. Le Cartel Juif. Maar ja, wat ik hier zie, dat lijken meer moslims dan Joden. Nou, in het Joodse wijk. Er zijn ook genoeg. Dit is net zo erg als die jeep. Er zijn ook genoeg taxis. En vieze, smerige eetentjes. Waar ze buiten het vlees grillen. Nou, ik zou daar nooit iets durven eten. Dat zijn dus de Joodse winkels die je hier allemaal ziet. Nou, even kijken. Dat is echt een vieze soep. We zijn nu aan de andere kant van de straat. Hier verkopen ze matrassen en zo. Nou, kijk. Ik heb Ismaël net verteld over de Mokro-mafia. Dat is echt heel grappig. Als je dan, hoe iemand dan reageert in Marokko. Volgens mij zijn we weer bijna bij het eindpunt. La Place de Mal vana. En nou, het was leuk. Hij wil ook wel met mij trouwen. Hij is 24 of 25, dus na 40 jaar verschil, hè. Dat zou best kunnen. Hij wil alleen trouwen om in Nederland te komen wonen en een visum te krijgen. Nou, ik ben weer terug op het plein. En Ismaël die wou vanavond op de Brommer naar het hotel komen. Nou, ik heb gezegd dat dat niet kan. Dan zit ik bij Ismaël opgeschreven in het hotel. Nee, dankjewel. Nou, het is een van het spel. We have good spices. Maybe you want to try some? This is your place. Okay, thank you. Nou, dit zijn kruiden en specerijen. Dat is dus geen papier, hè? En ik weet niet wat het allemaal voor enge dingen zijn, maar... Oké. Okay. Nou, die jongen die vroeg ook al of ik wilde trouwen. Leuk! Ik ben nu met een taxi voor 4 euro. Naar het Paleis Bahia gekomen. En kijkje nemen. Oh, het is zo fijn om nou ergens te zijn waar je niet al dat kabaal van die stad hoort. Echt zo leuk, zo'n binnenpleintje met een paar rustige Engelse toeristen. Kijk, die meneer poseert op de plek die ik net ook gebruikt heb. Nou, dit is echt een enorm plein hier. Er zijn allerlei vertrekken voor de vrouwen van de sultan. Ze zaten achter hekken zo te zien. Echt zo leuk om nou gewoon weer tussen de vogels rond te lopen. En de sinaasappelbomen. Wat een verschil. Even kijken hoe het er hier binnen uitziet. Oh,
echt raar dat er overal van die hekken voor de vertrekken zitten. Ik ben weer uit het paleis. Nou, dat is dus de ingang. En hier stinkt het. Het stinkt hier zo van het verkeer. Echt verschrikkelijk. Misschien kan ik hier wel een bruidsjurk zoeken. Met al die huwelijks aanzoeken. Ik lig nog echt in een deuk. Nou, het zit hier gewoon grijs van de uitlaatgassen. Dit is een café snack. Er zat weer zo'n jongen natuurlijk om mij binnen te lokken, maar ik ga hier echt niks eten. Ze hebben hier dezelfde koekjes als in Spanje, die lekkere met die amandelen. Maar ik zag net de vingers van die man die die koekjes kwam pakken en nou hoef ik ze niet meer. Het is dus een kar met brood en er komt idioot veel verkeer langs de hele tijd. Lijkt me niet echt lekker. Hup, komt weer iemand. Joep, joep. Ik ben dood op. Ik ben weer bij het grote plein in de buurt. En heb een lekker potje thee en een kwas. Ik zit nu in de bus terug naar het hotel. En dan komen hier langs heel grote villa's. Hier dus. En dan zie je hoe groot het verschil hier tussen arm en rijk is. Een grillrestaurant. Ik heb ze toch gekocht, want er was een mevrouw in de winkel die de koekjes pakte. Die man die was even weg. Nou, ik ben nu in de bar van het hotel. Waar een lekker rustig muziekje is. Alles is schoon, fris. En ik heb het idee dat ik vandaag helemaal vergiftig ben. Door al die uitlaatgassen. Nu lekker een douche.